Goeiedag, kijkers. Ja, u ziet of hoort het wel, ik ben er weer. Ik mag u vandaag weer toespreken, ook al ben ik nog aan het revalideren, zoals dat zo mooi heet. En misschien zult u zeggen, als u mij ziet of hoort, hij ziet er toch nog een beetje spits uit. En dat is ook wel, maar daarom zeg ik al: we zijn aan het herstellen. Als ik me rustig aandoe. Als ik maar ga zitten en tot rust kom, dan zal het best meevallen. U zult het me wellicht niet kwalijk nemen als ik bij dit geestelijk vitamientje nog eens even blijf stilstaan bij die dagen dat ik op de IC lag in het ziekenhuis en dat ik door het oog van een naald ben gekropen. Ik heb heel veel geluk gehad en ik heb het al eerder verteld dat dit te maken heeft gehad met mijn christelijke geloof en met het gebed van zoveel die een kaarsje voor mij hebben ontstoken en die met me hebben meegeleefd. Als je zo op jezelf wordt teruggeworpen, als je beseft dat je misschien het leven moet loslaten, alles uit handen moet geven, totaal overgeleverd bent aan de medische zorgen, dan kom je wel tot inzicht. Op dat moment hoop je dat mensen zich kunnen overgeven, het leven kunnen loslaten en tot innerlijke rust kunnen komen. Maar dat is niet eenvoudig. Ik ben ervan overtuigd dat het christelijke geloof juist in die situatie een houvast kan betekenen. Ik heb het zelf mogen ervaren. Als je je kunt overgeven aan die God. En wie je geloofd hebt, dan geeft je dat innerlijke rust. Die God die spreekt toch van houden van. Van thuis mogen komen. En in deze samenhang zou ik me willen laten leiden door een bijbelse psalm. Psalm 42. Een prachtige psalm vind ik die. U weet misschien dat we deze maand de Bijbel centraal stellen. En dat christenen wordt gevraagd om ook eens in die Bijbel te lezen. en het woord van God tot zich te laten spreken. Ik wil me laten inspireren door die Psalm 42. En die Psalm begint: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God. Toch een prachtig beeld. Ziet u het ook voor ogen? Een hert aan een beek met stromend water, om daar zijn dorst te lessen. Om daar energie te vinden. Om daar gesterkt te worden en de tocht te kunnen voortzetten. Ik zie die prachtige damherten in de Weerterbossen. Een hert drinkend aan het water. Wel nu, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God. En dan staat duidelijk... Mijn geest zoekt naar uw God. Het hert zoekt het beekje. Ik zoek naar God. Je hebt God dus nog niet gevonden. Je bent dus nog niet zeker van Hem. Je hebt wel van Hem gehoord en je zou ook meer van Hem willen weten. Je bent op zoek naar Zijn persoon en naar wat Hij te zeggen heeft. En dan gaat die psalmist verder. Mijn ziel. Heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Eigenlijk een heel realistische uitspraak. Ik heb dorst naar de levende God, maar zal ik hem ooit bereiken en zal ik zijn aanschijn zien? Wie geeft mij het antwoord? De psalmist misschien? Nee. Want hij gaat verder in zijn psalm en zegt hoe mensen hem vragen, waar is uw God? Een vraag die nog altijd actueel blijft. Waar is uw God? Zeg het me en ik zal in hem geloven. De psalmist als vrome jood die trekt mee in de feesttoet. Hij loopt zelfs vooraan in die mensenstroom op weg naar Gods heiligdom. Op weg naar de tempel van God. Op weg naar de kerk. Rondom hem klinkt jubel en lofzang van blije mensen. Maar de psalmist is niet gelukkig. Hij is bedroefd en zelfs opstandig. Want hij kan zichzelf en de mensen die hem daarna vragen geen antwoord geven op de vraag: Waar is uw God? Hij weet het zelf ook niet. Wat moet hij ermee? Hij wil geen meeloper zijn. Hij wil een bewuste gelovige zijn. En dan komt hij tot het inzicht. Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God. Eens zal ik Hem loven, mijn redder en mijn God. En dat is de boodschap die de Bijbel, die de psalmist ons vandaag meegeeft. Vertrouw op God. Eens zal ik Hem weer loven. Daar komt het op aan. Als je je leven uit handen moet geven, als je beseft dat het einde nabij is, wees er dan van overtuigd dat God trouw is. Dat je je aan Hem mag toevertrouwen. Want, zo zegt de tekst, eens zal ik Hem weer loven. Eens zal ik Hem weer zien, van aangezicht tot aangezicht. En dit geloof maakt de overgave gemakkelijker. Dat was mijn geestelijk vitamine.